Ja, Jo Baan. Vandaag uit bij GVV. Dat was je debuut in de derde divisie. Ja, erg blij mee. Staat natuurlijk wel een beetje los van het resultaat, maar ja, is een beetje dubbel, ja, inderdaad. Ja. Normaal speel je onder de 23 of ben je aangesloten bij het eerste? Ik ben sinds kort aangesloten bij het eerste. Vlak voor de winterstop heeft dat plaatsgevonden. En ja, nu vast bij het eerste. Was het een lastige wedstrijd vandaag? Ja, ik denk het wel. We hadden moeite met het onder de druk vandaan voetballen. Hun kwamen hoog op het veld. En naarmate de eerste helft vorderde, kwamen we daar wat beter onderweg. En ja, dat betaalde zich uit in de 0-1. En ik denk dat we daarna een beetje weggeven eigenlijk en de tweede helft ook minder grip op de wedstrijd hadden. Ja, want je had een belangrijk aandeel in de 0-1. Hoe ging dat? Ik kreeg de bal volgens mij van Koen, volgens mij. Kreeg ik hem aan de rechterkant. En er kwamen wat spelers om me heen, Derian en Michel. En ik gaf hem aan Derian, ik liep zelf door. Toen kon ik hem aan Jasper geven en Jasper die gaf hem aan Simon en die maakte hem af. Ja, en daarvoor had Simon ook een kans gehad, maar die schoot hij tegen de keeper. Dus Hij maakte eigenlijk, nou, een fout was het niet, maar hij maakte de missen goed. Ja, dat compenseert hij goed inderdaad, ja. Ja. En toch hebben jullie niet lang de 1-0 voorsprong kunnen houden. Nee, klopt. We geven het eigenlijk een beetje weg. Het is eigenlijk iets wat je gewoon in eigen hand hebt. Ja, dan moet je gewoon naar jezelf kijken. En dat mag eigenlijk gewoon niet gebeuren, zowel de 1-1 als de 2-1. De 2-1 is volgens mij een individuele actie en de 1-1 is een corner. En ja, mag gewoon niet gebeuren. Wat me wel vaak opvalt, ja, dat heb jij misschien niet altijd gezien, maar dat we het altijd lastig hebben met corners van tegenstanders. Nou ja, je zegt het eigenlijk al, niet vaak ervaren, maar nou ja, ik geloof maar je eigenlijk wel direct. Ik geloof je direct, ja. Ja, ja, ga je met 2-1 de rust in. 2-1 achterstand. Binnen 2 minuten maakte zij de 2-1. Hoe kom je de kleedkamer uit? Wat spreek je af met elkaar? Je wijst elkaar op dat het eigenlijk niet had mogen gebeuren. Maar het is eenmaal zo. Je moet verder met elkaar. De koppen gaan omhoog. En ze moeten allemaal dezelfde kant op staan. En ja, dat is eigenlijk wat je tegen elkaar zegt. En wat je eigenlijk aan het proberen bent. En ja, je moet door met elkaar. En ja, we waren eigenlijk vrij weinig grip op hun de tweede helft. En we waren slordig aan de bal. We maakten het elkaar moeilijk. En ja, uiteindelijk lopen hun eigen vrij makkelijk bij ons weg. Ja, jullie hadden eigenlijk weinig in te brengen in de tweede helft. Klopt. Ook geen kansen gecreëerd. Nee. En eigenlijk mochten we nog blij zijn. Ja, blij zijn. Het is niet het juiste woord, maar dat het nog maar 3-1 gebleven is. Ja, zo zou je het wel kunnen formuleren. Die laatste bal die op de lat gaat, gaat misschien net allemaal wat te makkelijk. Tuurlijk is het een goede ploeg, maar dat mogen we eigenlijk niet met onszelf laten doen. Ja, je bent aangesloten bij het eerste. Wat vind je van het niveau van ons en van de tegenstander? Ja, je hebt gewoon er wat meer weerstand geboren, zowel op trainingen als op de zaterdagen. Ja, is iets voor mij persoonlijk om aan te werken, maar niveau ligt duidelijk hoger, ja. Nou, in ieder geval blij dat je de debuut hebt gemaakt vandaag. Ja, zeker. Ga zo door, zou ik zeggen. En ik hou je wel weer een keer voor de camera. Het komt goed, dankjewel. Hey, dankjewel. Dankjewel.